Construeren beton, college 1. In dit college krijg je een korte introductie op het materiaal beton en betonstaal en de conservering daarvan. We beginnen met een huishoudelijke mededeling, dan de introductie van het materiaal beton en betonstaal. Dan kijken we dan naar de conservering van betonstaal, maken er een voorbeeld en dan zijn we klaar. Nou, voor deze cursus heb je een tentamen. Als je die met een voldoende resultaat behaalt, 55 punten of meer, dan krijg je 2 studiepunten toegekend. Nou, het lesmateriaal kun je terugvinden op de Moodle course. Je kunt het ook terugvinden in het boek Constructieleer Gewapend Beton. En op het YouTube kanaal van mij heb je ook andere filmpjes voor bijvoorbeeld het berekenen van wapening en dergelijke. Dus daar kun je ook informatie terugvinden. Nou, als we kijken naar het materiaal beton, waar bestaat het nou precies uit? Nou, in grote lijnen bestaat het uit grind, zand, dus dat zijn de toeslagmaterialen, en dat plakken we op een of andere manier aan elkaar met cement, dus dat is een bindmiddel. Dat gebeurt alleen als we water toevoegen natuurlijk, dus we voegen water toe aan cement, dan ontstaat er een chemische reactie en dan krijgen we een soort cementpasta of cementlijm. Dus het woord zegt het al, het is een lijm, dus die plakt als het ware alles aan elkaar vast. Dus we hebben een soort cementlijm, cementpasta. Daarmee verbinden we alle toeslagmateriaal, dus het grind en het zand. En dan houden we uiteindelijk beton over. Dus dat cement vormt om naar cementsteen. En gezamenlijk met het zand en het grind vormt dat dan beton. En tijdens de lessen van mijn collega voor betontechnologie en wordt daar verder op ingegaan. Nou, voor verharden van het materiaal is het nog betonspecie. En betonspecie is in zekere mate dan nog vloeibaar. En je kunt je voorstellen dat afhankelijk van de verwerkbaarheid de mate van vloeibaarheid ertoe doet, zeg maar. Dus hoe vloeibaar moet het beton zijn voor de constructie die je gaat maken. Ja, goed, daar hebben we verschillende soorten consistentieklassen voor. Variërend van droog, aardvochtig, halfplastisch, plastisch, zeer plastisch, vloeibaar, zeer vloeibaar en zelfverdichtend. Dus dat wordt, als je kijkt vanaf droog tot en met zelfverdichtend, de consistentie wordt alsmaar vloeibaarder. Dus bij slanke, dunne constructies, dus bijvoorbeeld in de prefab-industrie waar je te maken kunt hebben met dunne elementjes, fijne afwerking of fijne elementen, daar zal het beton in de bekisting moeten kunnen vloeien. Dus daar zal een wat strengere consistentieklasse voor gelden. Dus daar kun je bijvoorbeeld, moet de specie bijvoorbeeld zeer plastisch of vloeibaar zijn, of zeer vloeibaar afhankelijk van wat de eisen zijn. Dat moet je kunnen meten, want als je betonspecie maakt, dan moet je het op een of andere manier kunnen meten om te kunnen beoordelen of de consistentie droog is of half plastisch enzovoorts. En daar hebben we verschillende manieren voor. Een manier is bijvoorbeeld de schutmaat berekenen. Dus dan vullen we een kegel met betonspecie. Die zetten we op een schuttafel. En die schuttafel die halen we dan 15 keer heen en weer. En vervolgens dan meten we de zogenaamde speciekoek die overblijft. En afhankelijk van hoe groot die speciekoek is, dan hoort daar dus een bepaalde schutmaat bij. Een andere manier is ook bijvoorbeeld zetmaat. Dan wordt ook een kegel gevuld, dan wordt die omhoog gehaald. En dan kijken we hoeveel die is ingezakt. Dus hier zie je dat die kegel wordt gevuld met betonspecie. Hier is de kegel er vanaf gehaald en hij is op een of andere manier een beetje in elkaar gezakt. Het verschil in afmetingen tussen de oorspronkelijke afmeting, of de hoogte in ieder geval die hij had toen de kegel er nog omheen zat, en die hij nu heeft aangenomen, daarmee kan je ook de zetmaat berekenen. Nou goed, dit is voor de wat lagere consistentieklassen, dus bijvoorbeeld voor droog en aardvochtig. Hoe strenger, of tenminste hoe vloeibaarder de betonspecie moet zijn, daar heb je dus ook andere manieren voor om die consistentieklasse te kunnen bepalen. Dus je hebt ook iets van vloeimaat en dergelijke.
Daarvoor kun je ook onder andere kijken in de betonpocket. Daar staat meer informatie over welke manieren er zijn om de consistentie te klasse kunnen bepalen of te kunnen meten. Nou ja, goed. Op een gegeven moment is dat beton gaat uitharden. Dan is het geen specie meer, maar dan is het beton. Als je naar dit plaatje kijkt van verhard beton, dan zie je dat er kleine holle ruimte in zitten. Dus je ziet hier allemaal kleine gaatjes in zitten. Dus tijdens het storten wordt er op een of andere manier lucht ingesloten in dat beton. En dat heeft invloed op de sterkte, want lucht draagt nou eenmaal niet bij aan de sterkte van beton. Nou, beton moeten we daarom verdichten en we moeten er dus voor zorgen dat er zo weinig mogelijk holle ruimte in achterblijven, zodat we uiteindelijk een grotere sterkte houden. Nou, dat kunnen we doen met een trilnaald, dat zie je in de middelste afbeelding. We kunnen het ook doen met een trilbalk. En wat we dan willen bereiken is met het trillen van de betonspecie, is dat de lucht die erin zit in de vorm van belletjes, dat die er als het ware worden uitgetrild. Het is niet mogelijk om alle lucht eruit te krijgen, maar goed verdicht beton, en dat heeft een luchtpercentage van ongeveer 1 tot 2%. Ja, goede sterkte-eigenschappen die krijgen we ook door een goede korrelverdeling. Dus we stellen beton samen, we hebben grind, we hebben zand, misschien nog wel andere toeslagmaterialen. We zorgen ervoor dat die, als het ware, zo ideaal mogelijk op elkaar zijn gestapeld. Dus dat we zo weinig mogelijk ruimte tussen het toeslagmateriaal overhouden. En weinig ingesloten lucht. Hè. Dus we zorgen ervoor dat we voldoende kunnen trillen. Niet te veel, anders kan je bijvoorbeeld ontmenging krijgen. We zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk lucht in zit. En die ruimte die er tussen het toeslagmateriaal zit, dat die gevuld is met een ander materiaal. En we moeten ook een goede binding hebben tussen het zand, of tenminste zand en het grind, en het cement. Als we dan gaan kijken naar de eigenschappen van het materiaal beton, nou hier zie je een ongewapende betonbalk, die wordt getest. Even een filmpje van YouTube afgehaald, en deze is wat versneld, dus deze wordt belast. En je ziet nu dat die kapot gaat, uiteraard, en dat was ook de bedoeling van het filmpje. De betonbalk was opgelegd op twee steunpunten, aan de bovenzijde werd die belast in het midden. Nou, daar haal je uiteindelijk buiging over. Dus die betonbalk werd belast op buiging. Als we daar het spanningsfiguur voor tekenen, dan hebben we aan de bovenzijde hebben we drukspanningen en aan de onderzijde hebben we trekspanningen. Nou, wat je zag in het filmpje is dat er vanaf de onderzijde een scheur ontstond. Dus het beton scheurde onder trek en hij bezweek daardoor ook meteen. Als we nou gaan kijken naar de eigenschappen van dat beton. Beton kan dus goed drukspanningen opnemen en het kan slecht trekspanningen opnemen. Dus als we van een betonsterkteklasse het spanningrekdiagram erbij pakken. Aan deze zijde zie je de drukspanning met de bijbehorende verkorting. Hier zie je de trekspanning met de bijbehorende verlenging. Nou, wat je ziet is dat de afstand vanaf dit punt tot de horizontale lijn kleiner is dan deze afstand vanaf dit punt tot de horizontale lijn. Dus beton kan meer druk opnemen dan trek. Nou, die eigenschappen die worden bepaald door het te beproeven. Dan drukken we dus betonkubussen. Er worden veel proeven gedaan om tot een goed resultaat te komen. Nou, uiteindelijk een normale verdeling over. Dan gaan we aan die zijde van de curve zitten. Dan hebben we dus een kans op een lage betonsterkte. Er komt een klein beetje kansrekening bij kijken. En als we aan die gestandardiseerde 5% gaan zitten, dan hebben we uiteindelijk de druksterkte van dat beton te pakken. Andere eigenschappen, als bijvoorbeeld de trekspanning en dergelijke, die worden afgeleid uit deze proef. In deze tabel zie je voor enkele gestandardiseerde betonsterkteklassen de druksterkte staan. Dus dit zijn betonsterkteklassen die in de dagelijkse praktijk gebruikt worden door de constructeur. En de betontechnoloog moet ook weten welke betonsterkteklasse nodig is. Dus dat wordt weer aangegeven door de aannemer vanuit de constructeur uiteindelijk. En daar kan hij dan zijn betonmengsel gaan ontwerpen.
In periode 1 is het verband tussen de spanningen en de rek uitgelegd. Hier zie je een lineair spanningsverloop. Dus dit is voor elastisch materiaalgedrag. Als we kijken naar beton, dan is dat dus niet elastisch, maar dat is elastoplastisch. Hè? Dus hier is het enigszins lineair, maar vanaf punt 2 zo'n beetje, dan lijkt hij toch wat meer plastisch te gaan vervormen. Dus dit is min of meer elastoplastisch materiaalgedrag. Nou, dat is lastig om mee te rekenen aan een doorsnede, dus we vereenvoudigen dat. Dus in de norm wordt gerekend met een zogenaamd bilineair spanningsverloop. Dus hier zie je nog eventjes dat elastoplastische materiaalgedrag, zo'n gekromde lijn. En daar zie je dan dat bilineair spanningsfiguur ingetekend. Dus dit is dan voor een gewone betonsterkteklasse. Bij 1,75 promiel, dan zit er een knikje. En vanaf 1,75 tot 3,5 promiel, daar is de spanning constant. Dus ja, dat is op zich best bijzonder. Dat hebben we ook al bij staal gezien. Na dit punt wat ik hier heb aangegeven, dan neemt de spanning dus niet meer toe. Maar de rek wel. Dus hij vervormt nog wel, maar de spanning kan niet meer verder toenemen. Nou, hier zie je voor verschillende betonsterkteklassen het spanning-rek-diagram. Dit is voor de wat hogere betonsterkteklassen. Dus de wat lagere betonsterkteklassen, die vallen hier dus allemaal onder. Die hebben een rek waarbij die knik optreedt vanaf 1,75 tot 3,5. En bij deze hogere betonsterkteklassen, daar zie je iets gebeuren. Je ziet namelijk dat de horizontale lijn, het stukje na dat die knik optreedt, dat dat stukje wat korter is. Maar dat zegt wel iets over het materiaal, want als dit stukje steeds korter is, dan kan die dus steeds minder vervormen. Dus bij C90-105 is dit stukje 2,3 en dus 2,6. Dit stukje is nog maar 0,3 promiel. Dus nadat hij dit punt bereikt heeft, dan kan hij niet zoveel meer vervormen. Nou, we weten dat beton slecht trekspanningen op kan nemen. Dus de oplossing die we daarvoor hebben, is dat we een materiaal gaan toevoegen die dat wel kan. Nou, hier ook weer een klein voorbeeldje, ook van YouTube. Hier hebben ze een betonbalk en die, dit filmpje is even versneld, 10 keer zo snel. Je ziet dat die begint te vervormen. Nu zie je hier een scheur optreden, er komen er steeds meer bij. Maar nadat die is gaan scheuren, gaat hij nog niet kapot, hij is nog niet bezweken. Hij vervormt nu wel steeds meer, maar hij is nog niet stuk. Hier zie je nog een plaatje van de scheurtjes. Maar hij is nog niet meteen kapot gegaan. Dus nadat de eerste scheur optrad, ging hij nog niet stuk. Dus als we staal gaan toepassen in dit geval, of toevoegen, ja, dan kunnen we meer toelaten op die constructie. Het gedrag van betonstaal is hier uitgetekend. Dus dit is het spanning-rek-diagram. En wat je ziet, is dat staal net zoveel trek als druk kan opnemen. Zoals dit de treksterkte of de trekzijde is, dit de drukzijde. Het kan net zoveel druk opnemen als dat het trek op kan nemen. Wat je ook ziet bij dit punt hier en dit punt hier, is dat die ook gaat vloeien onder trek en ook onder druk. Nou, dit rekent ook vrij lastig, dus we gebruiken een vereenvoudigd spanning-rek-diagram. Dat hebben we ook in de vorige periode bij staalconstructies gezien, of construeren staal. Uiteindelijk heb je hier de vloeigrens en nadat die is gaan vloeien, begint die te vervormen. De spanning kan niet meer toenemen, dus hij vervormt steeds meer. En op dit punt is het klaar en dan gaat die stuk. In dit tabelletje zie je een aantal verschillende soorten betonstaalsoorten. Deze worden allemaal niet meer gebruikt. In Nederland gebruiken we over het algemeen alleen nog B500. Die
Die B zegt iets over de uiterste rek. Dus dit is een ander tabelletje. Hier zie je dan inderdaad dat het wapeningstaal begint te vloeien bij een rek van 2,175 promiel. En betonstaal soort B500B, dat heeft een uiterste trekrek of drukrek, in ieder geval een uiterste rek van 50 promiel. Dus bij een rek van 5% of daarboven, dan gaat betonstaal dus blijkbaar stuk. Nou, wat kan betonstaal nog meer heel goed, behalve die spanningen opnemen? Het kan corroderen, ofwel het gaat roesten, dus het gaat de verbinding aan met zuurstof. Nou, wat gebeurt er nou precies? We hebben hier een wapeningstaaf, de doorsnede ervan hebben we getekend. En dit is een wapeningstaaf die aangetast is. Dus die is een reactie aangegaan met zuurstof. Dus hij is gaan roesten. Nou, dat gecorrodeerde staal, dat heeft geen sterkte. Dus de stukjes gecorrodeerd staal onderling, die kunnen geen spanningen meer overbrengen. Dus dat voegt niks toe, dat heeft helemaal geen sterkte. Als je goed kijkt, dan is de diameter van de gecorrodeerde wapeningstaaf groter dan de oorspronkelijke diameter die hij had. Dus voordat hij gecorrodeerd was. De doorsnede van het resterende staal neemt dus blijkbaar af. Maar de totale doorsnede met het roest erbij, dat neemt toe. En stel nou dat we die wapeningstaaf in beton toepassen. En er treedt bijvoorbeeld een scheurtje op, dan is er nu dus de mogelijkheid om die wapeningstaaf aan te tasten. Als die wordt aangetast, dus hij begint te roesten, dan begint hij uit te zetten. Dus hij had een afmeting en nu heeft hij meer ruimte nodig, dus hij begint uit te zetten. Dus er treden drukspanningen op in het beton. Als hij steeds verder gaat uitzetten, worden die drukspanningen steeds hoger. Nou, loodrecht op die drukspanningen komen trekspanningen. En als de trekspanning overschreden wordt, dan krijgen we nog meer scheuren. En dan kan het beton dus van de wapeningstaaf afspatten. Hier zie je een voorbeeld van aangetast wapeningstaal. Gedurende een paar jaar, dus dit is een foto uit 2006. Dit is een foto uit 2007. Dus je ziet dat er aan de onderzijde hadden we ook al blootliggende wapening. Hier nu ook nog, dat begint steeds wat verder te gaan. Hier nog een foto, dus nu zie je dat hij aan de zijkant ook begint in te scheuren. Het begint er allemaal af te spatten. Dit is een foto van 3 jaar later, dus dit is 2006, 2007, 2008 en 2009. En er blijft steeds minder beton op die wapening liggen. En dat wapeningstaal wordt ook steeds verder aangetast. En wat we kunnen doen, of wat we doen bij het conserveren van wapening, is dat we voldoende dekking aanbrengen op die wapening, zodat die wapening beschermd wordt. Nou, gedurende de referentieperiode van een betonconstructie zal die hoogstwaarschijnlijk gaan scheuren, het beton. Is dat nou echt een probleem? Nou ja, goed, het is geen probleem zolang die scheurtjes voldoende klein zijn, zodat die wapening niet aangetast kan worden. Nou, hoe groot moet die dekking nu precies zijn? Die dekking geven we overigens aan met de letter C van cover. De dekking die is afhankelijk van het omringende milieu. De norm 1992-1-1, dat is de betonnorm. Die schrijft 18 milieuklassen voor, onderverdeeld in 6 hoofdgroepen. Die hoofdgroep die geven we aan met een X, gevolgd door een letter en een cijfer. Die X staat voor exposure. De letter die erna komt, die staat voor het aantastingsmechanisme. Dat is allemaal in het Engels dan. Hè? En hij wordt gevolgd door een cijfer. En die geeft dan de mate van het aanwezige vocht weer. Nou, X0 is de eerste. Dan is er dus geen kans op corrosie of aantasting. De tweede die we tegenkomen, dat is XC. Dus dat is corrosie ingeleid door carbonatatie.
Nou, wat houdt dat carbonatatie nou precies in? Het staat er al een klein beetje in, carbon. Koolstof, nou ja, goed, CO2 uit de lucht, die komt in contact met water in de capillaire poriën van dat beton aan het oppervlak. En in dat water, in die poriën, daar zit ook kalk in. En dat gaat dan een reactie aan met die CO2 uit de lucht. En dat vormt dan uiteindelijk calciumcarbonaat. Een eigenschap van calciumcarbonaat is dat het slecht oplosbaar is in water. Dus wat er gebeurt is dat kalk in het poriewater onttrokken wordt en een verbinding aangaat met dat CO2. Nou, door dat mechanisme hou je uiteindelijk een lagere pH-waarde over. Dus gewoon beton zit ergens op de 12 qua pH-waarde en die gaat uiteindelijk naar beneden. Waardoor ja, de beschermende functie van dat beton om de wapeningstaven, dat gaat dan verloren. Dus dan kan je wapeningstaaf gewoon worden aangetast. We hebben ook nog corrosie ingeleid door chloride van buitenaf. Behalve, tenminste, maar dan niet uit zeewater. Kunnen ze ook hebben uit zeewater. Dat geven we daarna met een S. Kunnen ook aantasting hebben van het beton door vorst- en dooiwisselingen. En nou ja, we kunnen ook een chemische aantasting hebben van het beton. En dus chemische stoffen die goed, gaan ook een verbinding aan met het beton, waardoor het beton oplost of wordt aangevreten, zou ik maar zeggen. Nou, hier zie je een plaatje voor milieuklassen. Dus we hebben ze net voorbij zien komen welke klassen er zijn. En hier zie je een voorbeeld voor bouwkundige constructies. Dus hier zie je bijvoorbeeld een vloer of een wand in een woning of iets dergelijks. Het is daar droog en die valt dan onder XC1. Hier zie je nog een voorbeeld voor civiel-technische constructies. En daar horen dus allemaal verschillende soorten milieuklasses bij. Wat je net zag in een plaatje is hier samengevat in een tabel. Dus hier heb je X0, geen risico op corrosie of op aantasting. En hier XC, hier zie je XD, hier zie je XS, hier zie je XF en in het laatste stukje zie je XA1. Nou, de dekking die we moeten toepassen, de nominale dekking, CNOM, die is opgebouwd uit twee onderdelen. De minimale dekking, C-min, en de uitvoeringstolerantie, delta C-def. Nou, de minimale dekking, daarvan moeten we de maximumwaarde aanhouden van de volgende drie onderdelen. De minimale dekking ten aanzien van de duurzaamheid. De minimale dekking ten aanzien van de aanhechting, of hij moet 10 mm zijn. De minimale dekking C-min die moet nog eens worden vergroot met 5 mm. Als er sprake is van een nabehandeld oppervlak. Dus een vloer die bijvoorbeeld gevlinderd wordt, dat is het nabehandeld oppervlak. Dus dan moet er 5 mm bij worden opgeteld. Of een oncontroleerbaar oppervlak. Dat is geen ijs, maar het wordt wel aangeraden. Dus als een betonbalk gestort is, dan is de wapering aan de onderzijde, de dekking die erop zit, die is niet te controleren. Dus dan wordt de zekerheidshalve geadviseerd om 5 mm erbij op te tellen. Nou, die uitvoeringstolerantie delta C-def, die bedraagt 5 mm. En die moet worden vergroot als je op een werkvloer stort of als je direct op het maaiveld stort. Nou, die minimale dekking ten aanzien van de duurzaamheid, die is afhankelijk van een milieuklasse. Nou, in deze tabel zie je de milieuklasse die we net hebben behandeld. Stel dat we een milieuklasse XC4 aanhouden en het gaat om een balk, dan moet ik een dekking aanhouden ten aanzien van een duurzaamheid van 30 mm. Die mag nog eens wat worden verkleind als ik een betonsterkteklasse aanhaal van C40-50 of hoger. Dus bij een betonsterkteklasse C30-37 passen we 30 mm toe. En bij C40-50 of hoger, dan mag hij 25 mm zijn. De milieuklasse XF en XA die staan hier niet in aangegeven. Dus die zijn alleen maar in combinatie met andere milieuklasses worden die dan toegepast.
En we hebben ook nog de minimumdekking ten aanzien van de aanhechting. Nou, die moet net zo groot zijn als de diameter van de staven die je toepast. En ze moeten vergroot worden met 5 mm als je maximale korrelafmeting groter of gelijk is dan 32 mm. Doorgaans is de grootste korrelafmeting 31,5. Dus vaak kom je daar niet aan. Maar mocht je grotere korrels toepassen, dan moet die minimumdekking ten aanzien van de aanhechting, die C-B, die moet worden vergroot met 5 mm. Dus die korrels hier, die je nu ziet staan, eentje van 32 of groter, die moeten wel een beetje tussen kunnen ook. Dus dat heeft ook dan voor de aanhechting van je toeslagmateriaal, dat er voldoende ruimte is om aanhechting te verzekeren. Nou, dan hebben we ook nog een voorbeeld. In dit voorbeeld gaan we de dekking en de milieuklasse voor de boven- en onderzijde van dit parkeerdek bepalen. Nou, laten we dat eens doen. Ik begin met het bepalen van de milieuklasse voor de boven- en de onderzijde van dit parkeerdek. Dan hebben we hier een overzicht van de milieuklasses. Dan gaan we even kijken welke van toepassing is voor het parkeerdek. Als we hier kijken naar de kelder, dat is een parkeerkelder. Zouden we deze vloer kunnen gebruiken. Dus de bovenzijde valt dan onder milieuklasse XC4 en XD3. De onderkant van die vloer kunnen we nu niet gebruiken, want dat is een keldervloer. Dus die zit in de grond en in het grondwater. Als we deze beschouwen, deze dakvloer, die zit aan de onderzijde buiten. En dus dan valt de onderzijde van ons parkeerdek ook onder XC3 en XF1. Nou, weer terug. En we moeten de dekking voor de boven- en onderzijde ook nog bepalen. Nou, als we dan gaan kijken naar de minimale dekking ten aanzien van de duurzaamheid. De bovenzijde, daar hebben we milieuklasse XC4, XD3. Nou, XD3 is dan maatgevend. Het gaat om een plaat. De betonsterkteklasse is C2835, dus dat is lager dan die C4555. Dus dan passen we 40 mm toe aan de bovenzijde. En aan de onderzijde hebben we XC3, XF1. We gaan nog steeds om een plaat en de betonsterkteklasse is lager dan die C3545, dus we passen 20 mm toe. Aan de bovenzijde die van die vloer die zal waarschijnlijk worden nabehandeld, of die is nabehandeld, geflinderd of iets dergelijks. Dan tellen we er 5 mm bij op, komen we uit op 45 mm. En aan de onderzijde is de dekking niet te controleren, dus zekerheidshalve tellen we er ook 5 mm bij op. Komen uit op 25 mm. We hebben ook nog de minimumdekking ten aanzien van de aanhechting. We hebben bewapeningsstaven toegepast van rond 25. Dus dan moeten we een minimale dekking toepassen van 25 mm. Nou, die 45 mm aan de bovenkant die is groter. En aan de onderzijde ten aanzien van de duurzaamheid was die al 25. Dus we rekenen met die twee waardes die we net hebben berekend door. Maar ook nog een andere grenswaarde van 10 mm. Dat was ook de minimale waarde. Nou goed, daar gaan we al overheen. Dus die zijn maatgevend ten aanzien van de duurzaamheid. We hebben ook nog de uitvoeringstolerantie. Nou, dat pas je alleen toe als je op een werkvloer stort of je stort direct op het maaiveld. Dus die is niet van toepassing in dit geval. Nou, de nominale dekking die we moeten toepassen. Voor de bovenzijde heb ik dan 45 mm voor de minimale dekking. De uitvoeringstolerantie is 0, dus dan kom ik uit 45. En op gelijke wijze geldt dan voor de onderzijde in totaal 25 mm. Nou, wat hebben we gedaan? We kennen de drie hoofdbestandsdelen van beton. We weten waarom we beton wapenen, om het materiaal beton volledig te kunnen benutten. We weten ook hoe we wapening in beton kunnen beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dus om die dekking dus toepassen. We weten hoe we een milieuklasse moeten bepalen. En we kunnen de dekking op de wapening berekenen. Waar kun je wat terugvinden? Hoofdstuk 2 uit het boek CB2 Constructieleer Gewapend Beton. En als oefening kun je natuurlijk ook de opgave in het boek bekijken of maken bij de betreffende hoofdstukken. Volgende les gaat over het gedrag van ongewapend beton en de globale berekening van wapening.